Vleesveehouders leren over natuurlijk afkalven. Nog steeds geen goede oplossing voor fipronilmest en preioogst in volle gang. Zestig vleesveehouders deden zaterdag in Utrecht mee aan een kennisdag van het project Natuurlijk Luxe over het natuurlijk afkalven bij vleesvee. Doel is om kennis op te doen waarmee veehouders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont tot meer natuurlijke geboortes kunnen komen. Veehouders konden de opgedane kennis zelf toepassen. Onder begeleiding van vier deskundige dierenartsen werd in de practicumzalen uitleg gegeven en gedemonstreerd hoe zaken te doen, zoals bijvoorbeeld opvoelen en maat nemen. Jaarlijks worden bekkenmaten van meer dan 1000 koeien gemeten, waarmee fokwaarden voor bekkenhoogte en bekkenbreedte gegenereerd worden. Er is nog steeds geen goede oplossing voor de afvoer van vervuilde mest van pluimveebedrijven die betrokken zijn bij de fipronilcrisis. Daarom inventariseren LTO, NOP en NVP hoeveel vervuilde mest er nog op de bedrijven ligt. Ze willen daarmee de overheid laten zien dat de problematiek nijpend is. De pluimveesector is al maanden in overleg met de overheid over alternatieve oplossingen, zoals een tijdelijke tussenopslag. De gesprekken hebben nog niet tot een oplossing geleid. Bijna het hele jaar rond wordt prei geoogst bij de familie Volleberg in Kasterraai. Op circa 35 hectare wordt bijna het hele jaar rond de prei van het land gehaald. We zijn nu met de oogst bezig. Elke dag wordt er vers geoogst als de omstandigheden goed zijn. Als de winter aankomt, dan wordt er voorraad gemaakt. Maar normaal gesproken doen we elke dag vers oogsten en die wordt dan naar huis gebracht. Hij wordt in het veld geoogst, zoals je op andere beelden ziet. Maar hier wordt hij in de machine wordt hij opgelegd, gesneden op wortelzijde en bladzijde. En dan wordt hij met de hand verder schoongemaakt, zoals de markt het wil hebben. Bij deze preien wordt niet gekeken naar de dikte, omdat ze in de supermarkt worden aangeboden als gesneden product in kleine verpakkingen. Voordat de prei in kisten gaat, wordt de prei ook nog gewassen. De prijs voor de prei is momenteel laag. Ja, op dit moment is de markt eigenlijk redelijk moeilijk, want er is gewoon te veel aanbod in de binnenlux. Nederland heeft altijd 6% van de Nederlandse prei moet naar het buitenland toe. En dit jaar is de oogst te groot, dus we hebben allemaal 30-40% meer kilogrammen op de hectare staan. En daar is te veel aanbod in Europa en de prijsvorming is daardoor erg slecht. Ja, wat betekent dat voor u? Ja, dat we onder de kostprijs aan het werken zijn. En dat willen we allemaal niet. We willen toch een boterham kunnen verdienen. En op dit moment zitten we gewoon onder de kostprijs te werken. En dat is eigenlijk niet waar we het allemaal voor doen. Door de lage prijs denkt Volleberg ook na over de toekomst van zijn bedrijf. We zijn een beetje aan het kijken naar de toekomstplannen, wat we gaan doen. Kijken hoe we misschien ergens een andere stap kunnen maken naar andere richtingen. Andere teelten erbij doen of een andere manier van telen. En proberen de kosten te drukken. Maar wij zitten volledig in de preiteel. Dus een grote switch maken, dat doe je niet zomaar 1-2 naar een andere teelt te gaan. Want hier zijn we volledig in gespecialiseerd. Dus daar gaan we weer verder. De oogst op het land gaat gewoon door. En inmiddels wordt de tweede kar gevuld. Wij kopen de planten aan van een plantenkweker. En de eerste planten gaan eerste week maart de grond in. En de laatste begin augustus. En vanaf die tijd, in die periode, groeien de planten ongeveer 100 dagen ongeveer. Hebben ze nodig om van een klein plantje tot een volwaardige prei om te oogsten. Tienduizenden boeren en burgers protesteerden afgelopen zaterdag in Berlijn voor een transitie in de land- en tuinbouw. De demonstranten willen dat er een einde komt aan de intensieve veehouderij en het gebruik van onder meer glyfosaat. Het protest werd ondersteund door biologische boeren die met honderden trekkers naar de Duitse hoofdstad waren gereden. In deze periode zijn boerenprotesten niet ongebruikelijk in Berlijn, omdat daar dan de Grüne Woche plaatsvindt. De Duitse boerenvoorman Joachim Rückwied ziet niets in een verbod. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.